Hey, leuk dat je kijkt naar een productvideo van ons. Vandaag gaan we het even hebben over de Safekeepers Wallet Dublin. Dit model is vooral bekend om zijn hoeveelheid pasjes. Als we hem aan de voorkant zien, lijkt het gewoon op een hele normale portemonnee. Gewoon een Billfold model wat je verder kent. Alleen merk je wel gelijk als je hem vast hebt dat hij ietsje groter is. Als je hem openslapt, zoals je net al misschien had gezien. Als je hem openklapt, zie je hier aan de zijkant 3 plekken voor pasjes. En heb je aan deze kant ook nog een plek waar je pasje in kan doen. Dus dat zijn eigenlijk al gelijk 4 of 5. Ja, hier kan je zelf bepalen hoeveel pasje je eigenlijk in doet. Hoe meer je erin doet natuurlijk, hoe dikker die wordt. Dan hebben we hier een lipje. En als je het lipje open maakt, dan sla je hem eigenlijk open. En dan zien we aan deze kant weer meer pasjes. Dus hier zou je een OV-chipkaart, identiteitskaart of rijbewijs in kunnen doen. Iets wat je vaak gebruikt. Hier hebben we weer 3 pasjes en dan is hier eigenlijk weer hetzelfde aan de hand. Hier is dan ook weer, zijn dan ook weer, even kijken of je het goed kan zien. Ja, 2 plekken voor extra vakjes. Dus dat zijn in totaal eigenlijk al, als je hier 1 pasje mee zou doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plekken voor pasjes alleen al aan deze kant. Nou, dat is dus al heel erg veel ruimte voor heel veel pasjes die je hebt tegenwoordig. Krijg je bijna bij elke winkel wel een pasje. Het is natuurlijk helemaal aan jou of je die ook mee wilt nemen elke dag. Is dat wel het geval, dan is deze echt ideaal voor je. Als we dan middenin van de portemonnee kijken, dan zit hier een verborgen vakje. En hier zou je bijvoorbeeld meer bonnetjes of dingetjes kunnen doen die je echt niet wil dat ze eruit kunnen vallen. Briefgeld zou ik hier achter stoppen, maar daar komen we straks. En ja, dat is gewoon een heel mooi afgewerkt detail. Je kan ook zien hoe het is heel fijn gestikt, heel recht. Dat hebben ze heel mooi gedaan. En een goed werkende rits met een lipje wat je gewoon goed vast kan pakken. Dus het is ook geen... Het vakje. Oké, nou, genoeg over dit vakje. Laten we naar de rechterkant gaan. Hier is eigenlijk een simpel muntvakje wat je gewoon nodig hebt in je portemonnee. Maar hier achter het muntvakje is weer ruimte voor pasjes. Dus zitten we eigenlijk al op 12 plekken voor pasjes. Nou, dat is eigenlijk wel echt de voorkant de mooiste eigenschap van deze portemonnee. Als je naar de achterkant gaat, zie je hier weer een extra ruimte voor pasjes. Het zijn er weer 3. Ik ben even de tel vergeten hoeveel we zitten, dus dat ga ik zo eventjes stellen. Nou, dit is eigenlijk gewoon het standaard papiergeldvak wat je bent gewend. We hebben er wel 2. En dan is het wel grappig dat hierachter dan weer een speciaal vakje zit met een rits. Dus daar kan je weer bonnetjes in stoppen of dingen die je gewoon echt niet wil dat ze eruit vallen. En eigenlijk hebben we dan alle vakjes besproken. Het is een overzichtelijke portemonnee, maar wel met heel veel ruimte. Als je hem dichtvalt, zie je iets kenmerkends aan onze portemonnees. Namelijk hier is een gaatje. En we hebben heel veel mensen gehad die zeggen, maar waar is dat gaatje dan voor? Maar dat gaatje is eigenlijk voor veiligheid. Want wat je kan doen met deze portemonnee, en eigenlijk alle portemonnees die we hebben, je kan er verschillende kettingen aan hangen. Wij verkopen de Victorinox ketting bijvoorbeeld, zoals deze. Dit is een riemketting. Dit gedeelte kan je aan je riem vastmaken. Even kijken. Oh ja. Die klip je eigenlijk zo open. Even kijken. Dan schuif je hem zo om je riem heen, zodat hij zo hangt. Even geen riem hier liggen. En dan vervolgens klip je hem weer dicht, dan hangt dit gedeelte hangt aan je riem. Dus hier zit je riem doorheen. En dit gedeelte, daar kun je je portemonnee aan maken, zoals deze. Dus dan gebruik je het lipje om deze mooi vast te maken. En nou, dan kan je deze bijvoorbeeld gewoon in je broekzak doen. En deze hangt dan aan je riem. Zo kun je niet zo snel gerold worden. Of eigenlijk niet gerold worden. Want ze kunnen wel je portemonnee uithalen, maar ze kunnen hem niet meenemen. Want er zit gewoon vast aan een ketting. Nou, dit is 1 ketting die we hebben. Je kan ook zeggen, nou, ik heb bijvoorbeeld niet zo'n... veel broekzakken of ik vind dat niet zo mooi staan, hebben we nog gewoon een andere Victorinox ketting. Dat is ook van Victorinox, ken je misschien wel van de hoe is dat? Zakmessen. En dit is eigenlijk een iets simpele ketting. Hij is ook iets langer. En deze zou je bijvoorbeeld dan ook in je achterzak kunnen doen. En dan maak je deze vast aan je riemlusje. Of wat veel vrouwen ook doen, niet best veel bij deze portemonnee, maar andere portemonnee, zijn een tas maken. Dus dan kun je ook... Pickpockets zullen misschien wel je, of de zakkenrollen zullen misschien wel je portemonnee zien. Maar hij zit gewoon vast aan je tas of aan je broeklusje. Deze kan je gewoon mooi daaraan vastmaken. En daarom hebben wij portemonnees met zo'n gaatje erin. En dat is eigenlijk, dat zul je niet zo snel ergens anders zien. En die zorgen er gewoon voor dat jij veilig over straat komt. Bijvoorbeeld in een city trip of in Parijs of ergens anders in Europa of de wereld. En dan weet je altijd zeker of als je gaat stappen dat je portemonnee gewoon veilig in je broekzak blijft zitten. Dan hoef je daar ook geen zorgen om te maken. Want al onze portemonnees hebben een RFID blokkeringssysteem. En dat wil zeggen, tegenwoordig heb je creditcards, vooral creditcards.
maar ook identiteitskaart, ook steeds meer, met een bepaalde RFID-tag in hun pasje. Ja, dit is gewoon een visitekaartje, maar die hebben een speciaal dingetje. Daarmee kun je ook bijvoorbeeld contactloos betalen. En wat zo'n RFID-chip heeft in zijn kaart, is informatie van jou. Dus informatie van je bankgegevens, waar je woont, je adres. En dat is heel erg handig als je wilt betalen of als je je gegevens wil wijzigen. Als je bent verhuisd en je hoeft geen nieuw pasje aan te vragen. Maar het is ook wel gevaarlijk. Want je ziet steeds vaker skimmers, noemen ze dat. Die hebben een bepaald apparaatje en die kunnen eigenlijk je kaarten lezen. Dus die kunnen met hun apparaatje van een afstand kijken. Vanaf hier ongeveer, vanaf hier dichterbij of verderaf. Die kunnen jouw informatie lezen waar je woont, wat je hebt betaald. Maar die kunnen ook bedragen onder de 25 euro kunnen ze afschrijven. Als je geen anti-skim in je portemonnee hebt zitten. Want als je contactloos betaalt, dan hoef je alleen maar je pinpas over het apparaat te houden en dan heb je betaald. En wij hebben een anti-skim in onze portemonnee zitten. Dus het is speciale technologie waardoor die betalingssysteem wordt geblokkeerd. Dus als jij in de bus zit met gewoon je portemonnee in je tas en er komt iemand voorbij met zo'n, dat noem je een postapparaat. En die wil 25 euro bij je afschrijven. Dan, dat kan eigenlijk niet bij onze portemonnees. Want dat signaal wat in jouw betaalpas zit, dat wordt geblokkeerd. Dus die gegevens zullen niet ontvangen worden door die gebruiker. Als dat er nou niet zit, dan is dat mogelijk. Als je dus geen RFID anti-skim technologie in je portemonnee hebt zitten, dan kan dat signaal van dat apparaat door je portemonnee heen gaan en kan dat 20 euro worden afgeschreven. Dus dan moet je goed bij oppassen als je een portemonnee aanschaft dat die wel RFID protected is. En eigenlijk al onze portemonnees zijn dat, omdat we ze allemaal eigen productie hebben. Weten we dat zelf, hebben we met onze neus bovenop gezeten. Dus je zult altijd veilig zijn in verband met RFID protection. Ik zal even deze weer goed inschuiven. Het ziet er natuurlijk niet uit. Zo kan ik de video niet afsluiten. Zo, dit is mooi. Nou, wil je nog meer weten, dan kun je onze informatie vinden op onze website. Vond je het een leuke video? Zou je het heel leuk vinden als je een duimpje omhoog doet? Snap ook als je denkt, nou, ik vond het niet zo boeiend, het is gewoon een portemonnee. Dat is ook helemaal prima. In ieder geval bedankt en we hopen dat je meer informatie hebt gekregen over onze portemonnees.